Waarom? Ja, corona. Ik moet je een geheimtje vertellen. Oké. Een hele goede morgen. Heftig avondje gisteren. En vandaag gaan we naar Blijdorp. En ik weet niet of ik daar zo blij mee moet zijn. Want je ziet me. Je ziet me. Heftig avondje gisteren. In ieder geval, we gaan naar Blijdorp. Vandaag zijn wij in Blijdorp. Ik ben aan het eten. Lekker hè? Lekker. En ik begin eigenlijk de vlog hetzelfde als de vorige keer. Bijna op dezelfde plek ook, alleen de vorige keer waren we daar. Don't know what happened, but hey. We hebben... chocomel. En koffie. Yes. En koffie. Nou, vertel. Wat gaan we vandaag doen? Dieren zoeken. Waar komen we voor? Olifantje. Want? Er is een olifantje geboren. Oké. Dus die gaan we even zoeken. Alleen, we moeten helemaal omlopen. Waarom? Ja, corona. Corona? Covid, joh. Alles is dicht. Alles is dicht. Dus we zijn onderweg. Oké. Nou, leuk. Ja. Volgens mij zijn we er. Ja, dat is wel. Ik heb even niet in jou.
Heel cute. Nou, maak nog één foto, dan gaan we door. Ja. Hele kleine. Hele kleine. Hij heeft jeuk. Nou, wat een blij dorp. Een olifantje, wat leuk. En wat vond je van hem? Dat was zo schattig. Ga eens even mijn broek op. En een paar mooie foto's. Dus je kunt ook wel de mooiste foto. Komt nu. Kijk uit, kijk uit. Ik dacht er ligt olifantenstront, maar het was net niet. In ieder geval, ik dacht vandaag we gaan naar een dierentuin. Dus ik denk ik doe een Jurassic Park shirt aan. Ja, want er zijn hier echt dino's. Ja, heb je de dino's al gezien? Nee, nog niet. Ja. Maar dat komt wel, dat komt. Ja, ik heb hem. Is je foto gelukt? Ja. Mooi. Heb je nu een gazelle? Ga je nou wegrennen? Ga je nou wegrennen? Ik moet je een geheimtje vertellen. Oké. Ga je me vertellen dan? Ik heb 2 gekleurde sokken aan vandaag. Echt? Ja. Was je te lui om een paard te zoeken? Nou, het was donker, dus ik dacht dat het 2 zwarte waren. Maar kijk, het ziet er niet heel goed uit. Maar ik heb een donkerblauwe. En ik heb een zwarte. Oh jee. Maar je ziet het niet heel erg. Dat is ons geheimtje, hè? Ja, we gaan het niet op de vlog zetten. Dank je. We weten nog steeds niet wat voor vogel het is. Nee, maar dat kunnen we ook niet zien. Dat gaat niet. Nee. Ja, ben je zover? We zijn uitgespeeld. Gaan we weer? Laten we een spelletje spelen. Zoek de dieren. Ik loop zo met dit ding tegen die paal aan. Maar jij denkt dat die hyena drachtig is? Oh, dat kan ik wel even filmen. Ze gaat bij de deur staan. Maar jij dacht dat die hyena drachtig is? Dat dacht ik, ja. Maar ik weet het niet zeker. Ik ben geen expert. Nee. Maar waar denk je het aan te zien? Aan de buik. Aan de brede buik hier. En dan een beetje aan de onderkant. Ik zie dan hier gewoon een beetje lui. Nou ja. Nee, dat denk ik niet. Ik weet het niet. Ik heb echt ja, ze was wel rustig als normaal. Normaal gesproken loopt ze alleen maar rondjes. En nu was ze rustig. Ja, ik weet het niet. Zou Dit is precies de plek waar Bokito ontsnapt is, toch? Nee, toen zaten ze volgens mij nog ergens anders, hoor. Ik weet het even. Volgens mij is toen het restaurant ingerend. Ik weet het niet, maar het ook niet uit. Ik weet het ook niet. Ik kom hier eigenlijk nooit. Ik wou zo gaan, maar dat kan niet. Oh. Dat mag niet.
Anders krijg je waarschijnlijk te veel heen- en weerverkeer. Oké, okay, nou, we zijn bij de apen geweest. We gaan nu richting apen. Dus dat is misschien wel wat anders, hè? Je weet het nooit. Heb je nou zin? Ja, zeker. Beetje moe. Wat moet je zien? Luipaard. Luipaard. Is het ook daar zo? Wat is hier nou weer aan de hand? Verbouwing. Verbouwing. Kijk eens. Nou, dan gaan we daar aapjes kijken. Oh ja, grappig aapje. Ik ben geen aap. Ik ben goed. Billenbaviaan. Laten we een spelletje spelen. Zoek de dieren. Nou, tot zover de aapjes. Je bent een aapie. Ik ben zelf een aap. Ben je achter mij aan? Ze is aan het filmen. Wie is er aan het filmen? Ik kom daarheen. Kijk eens, schat. Kom hier. Heb je hem gezien? Waren we hier voor een neushoorntje dat geboren was? Dan zijn we nou weer in de buurt. Vertel, wat merk jij op? Ik merk op, dit is echt het oudere deel van het park. Want overal waar je kijkt, je ziet wel iets. Een bomen, planten, het is gewoon helemaal cool. Gewoon een natuurdierentuin hier. Maar als je dan naar het begin, het nieuwere deel van het park loopt, daar is het echt nog een beetje kaal en leeg. En je merkt dat het daar nog niet echt gegroeid is ook. Ja. Dus ik vind het vooral gewoon leuk om in het oude deel te lopen, want overal waar je kijkt, je ziet gewoon niets. Het is wel leuk. Waar gaan we nu naartoe? Naar de neushoorn. Waarom gaan we naar de neushoorn? Als die buiten is. Waarom wil je daar zo graag heen? Nou, kijken naar het kleintje. Die ondertussen alweer groeit. Dat is alweer een jaar terug. Nou, ik met zo'n shirt naar de dierentuin gaan is best wel grappig. Ik zou zeggen, cue de muziek. En we doen even alsof we daar zijn. Oh. Lekker man. Jurassic Park. Wat heb je al gezegd eigenlijk vandaag? Ik ben aan het vloggen. Nou, bij deze. Daar gaan we dan. Komt ie. Ik ben aan het vloggen. Steeds mooier, Lolly.
Hij is bijna op. Ben je nog steeds blij met je lolly ook? Mm-hmm. Hij is wel lekker. Ik had alleen gehoopt dat er weer salmiakje zou zitten. Oh jee. Het klinkt alsof je een potje salmiak moet gaan halen. Nee. Ik word er altijd heel misselijk van. Oh. Maar ik vind het wel super lekker. Mm-hmm. En lekker zo met je lolly zo. Die kinderen doen het ook. Mag ik? Anders ga ik jullie kwijt. Daar gaat ze. Bij de wereld hier. Nou, tot zover de tijger. Wat vond je ervan? Ja, ik heb geen commentaar. Het was een tijger, ja. Nou, Janice die probeert foto's te maken van een tijger die eigenlijk voornamelijk met zijn reet in beeld staat. Dus dat is wat Janice aan het proberen is. En als die dichtbij komt, dan is die zo weg. Of dan beweegt hij te veel, ja. Of het is gewoon net niet te doen. En een hele mooie kans en al die foto's, alle 15 zijn allemaal bewogen. Daar heb je ook niet veel aan dan. En nu gaan we naar de leeuwen. Ja. Oké. Okay. Goed idee. Gaan we dat doen. Ben benieuwd. Ik verwacht op mama. Zou ze weten dat we hier op de staan te wachten? Ja. Oh, ze is er. Oké. Okay. Nou, we zijn weer in het wild. Nee, ik blijf... Oh, muggies. Ik blijf hetzelfde zeggen. Ik vind dierentuinen nog steeds niet leuk. Net zoals weer bij die tijger had ik hetzelfde. Dat hok is zo klein. En zo'n beest heeft zoveel meer nodig dan dat. Dat is bij die tijgers wel zitten. Maar dat tijgerhok is echt al heel oud. Hè? Dat staat er echt al sinds het begin. Dus daarom hebben ze het ook nog steeds niet veranderd. Ja, maar het is echt veel te klein. Ik merk dat heel veel dieren in Blijdorp gewoon in een veel te klein hok zitten. Ja. Zo'n beest hoort... lekker vrij te kunnen zijn. En dat komt omdat dat hok staat er al zo lang, dus we hebben geen plek meer om. Kijk, het is goed wat ze doen hoor, dat die dieren niet gepakt kunnen worden en dat het niet uit kan sterven. Dat is goed, maar geef ze dan ook een groot hok, maar dat kan niet in het midden van de stad. Oh!
mannetje. Ja, hebben ze wel. Is dat mannetje er nog? Meestal is het wel binnen. Nee, ik wil wel zeggen. Ik denk ook wel het lekker zijn, ze hebben veel. Nee, lijkt me ook niks. Nou, en tot zover ons dagje in Blijdorp. Ik ga jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Doe een likeje op de video en deel met je vrienden. En dan zien we jullie volgende week weer bij een nieuwe vlog. Doei doei!